3, 2, 1. Hallo dames en heren, en super tof dat jullie kijken naar mijn gloednieuwe aflevering van hoe ik mijn studio ga verbouwen. Ja, ik heb nog niet echt een naam. Ik heb wel al een soort reactie gekregen voor een naam, maar dat was iets van Mars Studio. Ja, het klinkt niet. I'm very sorry. Dus als jullie nog leuke ideeën hebben, laat het even vooral weten. In deze nieuwe aflevering ga ik dus mijn computer in mijn studio neerzetten. Let's go! De eerste grote verandering hier. Zoals je kan zien, bureau weg. Nu staat dus die kast hier, wat ik dus wel zei, die staat dus al hier nog met de Efteling Skyline. Alleen, die ga ik binnenkort ophangen, want in mijn studio is er op dit moment even geen ruimte voor. Dus hier is ook nu best wel veel meer ruimte ofzo, omdat nu gewoon mijn bureau daar weg is. Ja, de rest, tenminste, de rest, zeg ik wel. Ik heb hier wat dozen neergezet, een beetje zo op elkaar, wel redelijk netjes in een soort L-vorm. Ik heb de wolf en ja, gewoon nog wat dozen. En nog wat versieringen, ja, dit duimpje die stond er eigenlijk ook al, maar ik weet niet of jullie dat gezien. Een mooie gouden duimpje, ja, het is geen blauw duimpje dames en heren, het is het mooie gouden duimpje die lift omhoog moeten doen. Ja, dit heb ik gekregen van mijn vader. En dus ezeltjes trekje staat er ook gezellig bij. Pardoes hier in de corner. Ja, een beetje zielig in het raam hier. Maar ja. En nu komt eigenlijk de grote verandering. Want het is nogal aangepast. Want het greenscreen wat dus hier staat, die kon ik echt niet anders neerzetten dan alleen maar hier. Ja, dit is tot nu toe even mijn soort studio geworden. Het is, ja, mooier. Ik had het eigenlijk zoals ik al had gezegd, dat ik dus mijn bureau hier zou zetten bij het greenscreen. Maar ja, het greenscreen is te groot om ergens anders neer te zetten, wat ik al zei. Dus heb ik hem maar daar laten staan. Dus nu is het dit geworden. Let niet een beetje op de kleine rotzooi. Het is niet echt rotzooi, maar vooral bedrading. En mijn telefoon en mijn camera hoesje. Ik zou zeggen in 3, 2, 1. Babam! Dit is tot nu toe even mijn studio geworden. Ja, met mijn computer. En dus de tv aan de andere kant. Dus kan ik zo, als ik zin heb om de switch of gewoon van mijn bureau, of wat zeg ik, van mijn bureaustoel af te gaan. En dan kan ik gewoon gaan switchen of gaan Xboxen, oftewel met mijn bureaustoel. Maar switchen gaat soms een beetje moeilijk, maar het kan ook in principe in de bureaustoel, als ik daar zin in heb. Ja, hij is nog niet af mensen. Het is nog niet echt helemaal af, want er komt nog decoratie. Dat doe ik misschien in een andere video. Misschien is deze een beetje kort, maar ik had niet echt zin om een soort timelapse te maken. Want het was nogal veel gesjouwen. Het is nu ook 10:30 geweest en mijn voeten zijn aardig smerig. Ik heb ook even met desinfectiespray. Dus daar heb ik even mijn tafel mee schoongemaakt. Ik heb zelfs mijn muismat heb ik ermee schoongemaakt, die er dus ligt. En ik heb zelfs dit kastje ermee gedesinfecteerd. Misschien kan ik nu ook wel een mooie spot daarop shinen. Ja joh. Kijk gewoon joh. En deze. Timmy, die kan alleen. Die kan alleen zo. Nee. Dus nu zit hier een mooie spot op. Helemaal mooi. Dus ja, dit was eigenlijk een beetje de video. Dus het is nog niet helemaal af, dames en heren. Er komt nog veel meer, veel leuke dingen hopelijk. Sowieso even wat decoratie, want er ligt dus nog een groot touw en een houten katrol en een soort oliepompje wat ik, ja, misschien ga neerzetten ofzo. Ik weet niet. En anders, ik moet sowieso toch nog ooit een nieuwe vitrinekast, dus misschien dat ik dan die, weet ik veel, hier ga neerzetten of
misschien hier. Dus ja, het is tot nu toe dit. Ik denk niet dat ik het ga veranderen, want dat ja, kan ik eigenlijk helemaal niet. Het was misschien een korte video. Ik hoop alsnog dat jullie deze aflevering leuk vonden. Vergeet dan zeker niet te abonneren en een reactie achter te laten. Dat mooie blauwe duimpje te geven. En om op het belletje te klikken naast de abonneerknop, want dan mis je geen enkele video. En ze blijven automatisch op de hoogte wanneer weer een video online staat. En zorg even dat je gewoon geabonneerd bent. Want er zijn best wel mensen nog niet geabonneerd zoals je kan zien. En dat is natuurlijk hartstikke zonde. Dus druk alsjeblieft op dat abonneerknopje. Zou ik zeggen, volg me op social media, link daarvan zit in de beschrijving. En ook voor mijn merchandise kan je ook naar mijn beschrijving. En dan hoef ik nog maar één ding te zeggen. En dat is, later mensen. Doei!